En vandaag nog eens extra goed insmeren, hè? Ik heb zelf opgericht naar aanleiding van eigenlijk een huidprobleem met mijn dochter. Die had een heel moeilijke huid. Die was nog heel klein, had van baby af eczeem, heel zwaar. Dus ik had zoiets van, ja, er moeten dingen in de natuur zijn die gewoon echt die huid kunnen herstellen en ja, helpen en voeden. En zo is een bal aan het rollen gegaan en ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar ja, welke ingrediënten wetenschappelijk bewezen ook effectief kunnen helpen. Ik vind die toch wel, denk ik, dit potje, toch wel de beste. Ja. Die textuur is anders, hè? Ja, is veel zachter dan die andere. Ja. Wij produceren natuurlijke en 100% vegan producten. Ik denk dat we mensen proberen verbinden door ze een beetje te laten stilstaan bij hoe is het met u? En verzorgt u op de juiste manier? Dat we meer doen dan alleen maar het potje. Dat we mensen echt wel willen motiveren om gewoon ja, zorg te dragen voor zichzelf. En dat die mix uniek is. Zullen we eraan beginnen, hè? Pak jij de producten? Ja. Dan zal ik de kaartjes ondertussen doen. Wij gaan ook persoonlijke boodschappen bij ons verzendingen steken. We krijgen daar ook replies op en dat is gewoon heel tof om op die manier toch een band met uw klant te hebben en die te leren kennen. Mijn mama heeft dus foto's doorgestuurd van een kindje dat door de eczeem eigenlijk geen haartjes had. En na het benen smeren zijn er mooie blonde krulletjes ontstaan. Een andere vrouw heeft mij al langs een vaderdagpakket gevraagd omdat haar man na aanleiding van leukemie heel veel huidproblemen heeft en onze producten gebruikt. Dat is gewoon heel prettig om te zien dat dat verhaal niet alleen hier bij mijn dochter is, maar dat ik zie dat ook andere mensen effectief geholpen zijn.